Een van de pijlers voor corruptiebestrijding is actieve en kritische journalisten. In dat kader heeft de politieke partij DA91 vandaag een anticorruptierapport Stof tot nadenken, anticorruptiediscussie overhandigd aan de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ. Angelique del Castillo, voorzitter van DA91, zegt dat vooral onderzoeksjournalisten die in Suriname nog veel ondersteuning behoeven, een belangrijke bijdrage kunnen leveren tegen het bestrijden van corruptie. Ik moet wel zeggen dat ik heel gelukkig ben te zien dat met deze publicatie dat draagvlak, weet je, de belangstelling is breed. En daar gaan we voor. Kijk, er zijn bepaalde dingen waar je als partij in kan, je weet, je kan claimen, dat is voor mij alleen. Maar dit is een van de dingen die je het initiatief moet nemen en moet stimuleren dat iedereen ermee aan de haal gaat. Want als niet de jongste Surinamer oneerlijkheid afwijst tot aan de oudste Surinamer, is dit nog steeds geen succes. SVJ-voorzitter Kala Boetius zegt dat de vereniging een aanzet heeft gegeven tot onderzoeksjournalistiek, waardoor enkele journalisten nu aan onderzoeksjournalistiek doen. Echter zijn er enkele uitdagingen om het werk uit te voeren, meent Boetius. En dat is dan zeer gekoppeld aan mediahuizen die ze niet echt kunnen vrijmaken. Want voor onderzoek is er tijd en geld nodig. Maar dat moet ons eigenlijk niet beletten om eigenlijk op ons niveau en met de middelen die er zijn en eigenlijk de energie die je erin wilt stoppen, toch tot onderzoek over te gaan. Eigenlijk waren we al bezig om binnenshuis te kijken naar een fonds dat we willen opzetten om onderzoeksjournalistiek te doen. Want dat is echt onze grootste punt dat we hebben. De grootste uitdaging waarmee we zitten is fondsen. Want soms moeten de mensen bijvoorbeeld naar het binnenland, naar vele dingen doen en daarvoor ontbreken de middelen. En we hebben gezien de mediahuizen, die zijn nog niet bereid gevonden om geld te gaan steken echt in onderzoeksjournalisten. Kala Boetius, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Ze zegt dat dit rapport bediscussieerd zal worden met de journalisten. Het rapport is het resultaat van de reeks discussies van de partij, namelijk Stof tot Nadenken. Del Castillo benadrukt dat een ieder de rol heeft om Suriname tot een veilig land te maken. Bij de overhandiging waren eveneens aanwezig de bestuursleden Remil Manishant en Sudesh Ramdatewari van DA91.